Yo gasten, tof dat jullie kijken naar een gloednieuwe video op dit kanaal. En vandaag doen we even wat anders. EA heeft namelijk eindelijk, godverdomme, de veranderingen aangekondigd voor Career Mode. Ik kreeg een linkje opeens binnen op Twitter. Shoutout naar Colin voor dat linkje. En we zien hier al korte uitlegjes in bepaalde dingetjes. En die ga ik eens even oplezen. En daarna gaan we nog even hierheen, naar de pitch notes. Maar hey, top! EA heeft veranderingen aangekondigd, dus als jullie zin hebben in deze video, smash alvast die like-knop en dan gaan we nou direct beginnen. Nou, zit hier op de website van EA. Mochten jullie dit allemaal willen checken trouwens, dan zal er een linkje in de beschrijving staan naar deze pagina. Heeft ook op Twitter gestaan en ik denk tegen de tijd dat deze video gaat waarschijnlijk donderdag online. Dat de meesten het misschien al wel gezien hebben. Maar we gaan er alsnog even overheen. Allereerst zien we dus staan FIFA 20 Career Mode. Dat is voor ons heel mooi. Dat is een Career Mode kanaal natuurlijk. Shape the future of your club to your vision with new innovations in the most authentic career mode today. Ik hoop dat ze het godverdomme een keer gaan waarmaken. Want volgens mij beloven ze zulke teksten altijd. We hebben ze de afgelopen jaren niks beloofd over career mode. Ze hebben er ook geen fuck aan gedaan. Mijn teksten, iedereen kan leuke slogantjes verzinnen. Laten we even erin duiken. Your manager, your look. Create and customize your manager with more options than ever before. Change body type, skin tone, clothing, hairstyles. And create female managers for the first time in FIFA. En dat zien we ook direct in de screenshots daaronder. Een vrouwelijke manager. En je krijgt dus persconferenties. En dat komt terug. Dat is goed. Ik ben altijd negatief geweest. Weet je, dan mag ik nou ook eerlijk toegeven. Prima toevoeging. Laten we wel even lezen wat erbij staat. Every decision has a consequence. Dus elke beslissing heeft een gevolg eigenlijk. Een consequentie voor je team. From press conferences to squad rotation, the choices you make in FIFA 20 career mode have a direct impact on your team's morale and performances. Dus wat je ook zegt, het heeft impact op het moraal van je spelers en hun vorm dus zelfs. Ook op hun performances, hoe ze spelen. Ik ben benieuwd in hoeverre. Want ik kan me voorstellen dat wanneer er dingen over spelers worden gezegd, dat die spelers in hun eigen leven ook wel een gedachte hebben. Zoiets van, ja, waarom zeg je dat? Maar van wat ik wel altijd denk, is dat spelers gewoon altijd alles geven op het veld, ongeacht wat die manager zegt. Ze moeten zich toch bewijzen voor de fans. Dus ik hoop niet dat opeens dat het shot van iemand, van een speler, maar naar beneden gaat. Maar dat zal vast ook niet, dat zou echt dom zijn. Maar dat het meer gaat om misschien loyalty, dat ze dat in spelers hebben of zo. Of dat hij gewoon minder gemotiveerd is, minder heen en weer rent of zo. Dat het toch een impact heeft van motivatie. Maar dat is allemaal zien. Ik bedoel, dat is allemaal afwachten. Dan zien we hier manage morale. Moraal in ieder geval. Ik ga gewoon even Nederlands praten, man. Net al die Engelse termen. Ik kan het wel, maar mijn babbel van taal naar taal is een beetje kut. Deze teksten ga ik dan wel even Engels doen. Rotating your starting 11, shortlisting transfer targets, managing wage expectations. Every choice you make affects your squad's morale, form and even their overall rating. Nou, was dat met transfers volgens mij al wel het geval dat dat wel invloed had op je team. Dus dat is niet zozeer nieuw. Maar ja, we gaan zien voor die persconferentie. Dat vind ik een goede toevoeging. Face the media, inspire your team with the answers you give in new press conference before and after key moments in your season. Oké. Dus waarschijnlijk zal het vooral voor grote wedstrijden zijn. Dus als je Real bent met wedstrijden als tegen Barça, Atletico Madrid, etc. De grotere teams van de competitie, zeg maar. Rivalen onderling. En Champions League zien we hier dus ook. En dat zal voor Europa League dan ook wel zijn. Dan krijg je dus pers. Hier is een player chat. Oh, dit is ook wel interessant. Kijk, dit is wel shit hier wat we zien van Sergio Ramos. Wat eigenlijk basically half al in zat. Je spelers gaven al wel eens chats. Alleen dit is dus een welkom. Welcome to Real Madrid. En je kan gewoon direct antwoorden. Nou, zo'n welkomstberichtje was er dan nog niet in FIFA, van wat ik weet. Dus niet van speler. Maar je spelers gaven soms wel berichten van, hey, ik wil meer speeltijd.
Je kon daar eigenlijk nooit antwoord op geven. Dus ik hoop dat dit hier daarop aansluit. Dat als ze dat doen, dat je gewoon kan zeggen van... Ja, is prima. Of sorry man, er staat gewoon net iemand beter boven je. Maar speeltijd gaat vast wel komen via een invalbeurt of zo. Dat zou super tof zijn als ze dat wat hebben uitgewerkt, wat breder hebben aangepakt. Maar op zich, player chat was er al. Maar nou kunnen we dus ook daadwerkelijk antwoorden. Nou, dat zou top zijn. Dan zien we hier Unrivaled Authenticity. Zo, Jezus man, wat een woorden. Nou, ze hebben dus meer dan 30 officiële leaks, 700 plus teams, waarvan geen Juventus. 17.000 authentic players, dus die zijn gescand. Of 17.000 plus trouwens en 700 plus teams. En 90 gelicenseerde stadions vanuit heel de wereld. Rond de wereld. In FIFA 20 Career Mode gives you unparalleled levels of authenticity. Nou, dit, weet je, licenties en het geldt voor PES... En EA, licenties maken absoluut niet de game. En dat bewijst PES al maar. Hun hebben heel veel licenties niet, maar hun zijn gewoon slim met die option files, waardoor alle teams erin komen. En dat hield PES boven water, want de game zelf, qua gameplay, zit het gewoon goed in elkaar. En de Master League was prima. Dus dit stukje neem ik met een korreltje zout, met je licenties. Ik bedoel, dat is allemaal heel leuk en aardig. Maar ze doen er alsnog vrij weinig mee. Ik bedoel, het staat er wel leuk in, maar de stadions die ze hadden, stonden er altijd in. Dus dat is niks nieuws. En qua licenties van teams en gezichten, wat ook voor managers is en Legends zelfs. Want ze hebben ook Legends licenties. Hun Legends gebruiken ze alleen voor Ultimate Team. En dat doet PES beter bij hun als ze Maradona licentie bijvoorbeeld hebben. Je kan hem zijn als manager. Dus ja, licentiedebat. Ga ik niet te veel op in voor career mode. Wat hebben we hier? League specific teams. Enjoy immersive experiences in some of the most played leagues within career mode. With dynamic UI reflecting the authentic branding of the Premier League. Bundesliga, League One, La Liga, saddle it up. Zo hé, ik heb eigenlijk La Liga Santander. Zo hé, dus gaat lekker. MLS. En UEFA Champions League en UEFA Europa League. Dat zijn dus denk ik leagues die in career mode dus hun scorebordje, hun bumpertjes hebben met halftime en zo. Dus dat. Want dat gaat om UI en dan verandert dus je layout. Zoals je nu al hebt wanneer in de Champions League komt aan je Champions League minuutje. Dus is iets breder nu, maar niet nieuw. Dat niet. dan gaan we hier. Turn performance into potential. Take control of your player's potential overall with dynamic player potential. The better they play on the pitch, the higher their potential will grow. Dus je potentie van wat je hier leest kan groeien van je jeugdspelers. Of van je jong... Ja, van je players. Maar laten we zeggen, potential draait voornamelijk om jeugd en jonge spelers. Dus vandaar dat ik dat even zei. Het is dan hopelijk niet alleen maar via die training, maar ze gaan dus ook niet alleen groeien qua overall, maar hun potentie kan dus misschien nog eens omhoog gaan, als ze goed spelen. En ik neem aan dat als het dus goed is dat het omhoog gaat, dat het ook omlaag kan gaan als je spelers met torenhoog potentieel haalt en niet gebruikt. Maar dat zien we hier niet bevestigd worden. Maar dit is op zich wel nice. Op zich wel nice. Live news screenshots, oké. Dat is gewoon een beetje een presentation dingetje, maar leuk. Toch wel iets. See your best moments represented in the career mode newsfeed. With new live screenshots that highlight the memorable moments from matches you play. Nou ben ik benieuwd of dat echt live screenshots zijn van een moment uit je echte wedstrijd. Of dat ze gewoon een actie gegenereerd screenshotje pakken. Zonder dat het moment daadwerkelijk is geweest. Want je ziet hier bijvoorbeeld twee spelers dribbelen tegenover elkaar. Zou dat echt zo zijn gebeurd? Of zou dit gewoon zo zijn gegenereerd? Maar hoe dan ook, dan ben ik aan het mieren neuken. Dat hoeft voor mij niet per se zo'n live screenshot te zijn. Alles om presentation op te leuken is altijd welkom. Gaan we even nou wat meer in de diepte. Alles even in-depth lezen. Als deze site even laden, daar komt hij. Career mode deep dive. Nou, hier zien we dus even allemaal hele bakken tekst. FIFA fans, this cycle has been an incredibly busy one for the entire career mode team. Alongside putting a lot of time and effort in the pre-production this year, we've worked towards building a number of brand new features that are focused on bringing more depth and authenticity to career mode. We hope you enjoyed the news we're here to share today.
Nou, kom maar op. Dit is wel, dit wil ik wel geloven. Ze hebben carrière mode er lang achterwege gelaten. Niet alleen qua nieuws, maar over de afgelopen jaren heen was het een beetje achtergedachte voor EA. En ze moesten ook wat gaan doen. Dat moest echt. Dus ik ben benieuwd wat we nog meer gaan tegenkomen hier. Ze hebben dus feedback gehad van de community. Ja, dat was geloof ik toch ook zo'n EA-team gecreëerd met YouTubers of zo. Die daarvoor feedback konden leveren of zo, geloof ik ook. Maar goed, laten we even beginnen wat het is. De press conferences en player conversations hebben we gezien. We hebben dus pre-match press conferences. En je hoeft het denk ik niet te doen. Er staat attend, maar misschien kan je het ook gewoon skippen. Maar hey, het is wel mooi. Ik zou het gewoon doen. We zien hier een uitleg. Je kan dus, ik neem aan dat dit de reacties zijn die ik kan geven op vragen van praise, motivate, criticize, sympathize en calm. Ik hoop dat ze dat iets anders aan. Volgens mij gaven ze dat in het screenshotje ook wel anders aan, toch? Even in die vorige. Om dat even terug te zien. Dit is gewoon even live hoe ik hier doorheen zit te spitten. Maar misschien kunnen we het hier ook wel zien. Trouwens. Dit is een persconferentie. Het is een gifje van hoe die gaat zitten. Nou, dat is een beetje nutteloos. Dat voegt voor mij niet heel veel toe. Maar hier. Ja, hier zie je dus. Op de middel daarvan zie je wat het is. En je hebt niet altijd al die opties. We zien er hier drie. En dat kan dus gewoon één van deze zijn. Maar je krijgt dus wel een wat duidelijker beeld van wat je antwoordt op het moment zelf. Dus dat is oké uitgevoerd. Goed bezig, EA. Our vision was to breathe new life into manager career experience by leveraging the huge amount of data that playing this mode generates and build a variation of ever-changing stories that will surface to our players through pre-season and post-match press conferences and player conversations. Dus ook, ik zei pre-season, maar het was gewoon pre- en post-match, lol. Maar goed, maakt even niet uit. These are not just general storylines that we put together to mimic authenticity. These are stories built based on player progress and which each player will be able to interact with and influence the moral of the team and their standing as the team's manager. Wat dat dus basically inhoudt is Pes wordt hier wel een beetje in nagebootst. Maar ja, dat hou je toch al. Ook hier dingen die je zegt op de pers en zo. Want pers had ook met staf praten en pers en dingetjes. Alles heeft dus eigenlijk invloed op hetgene. Wat je antwoord heeft dus invloed ook op een story. Dat is ook een goed iets. maar pers en EA. Ja, weet je. Mensen zeggen, willen altijd vingertje wijzen. Maar ze doen hun best. Ze doen hun best. Maar goed dat ze het wel doen. Goed dat ze het doen. Het voegt wel diepte toe en het hoort er, I guess, gewoon bij. Het is alleen een beetje, ik krijg het gevoel alsof ik nu dit voor de tweede keer lees, maar dan voor een andere game. Maar dat maakt niet uit. The new tools developed in-house by the Career Mode team enabled our producers and designers to leverage this large amount of data and create an enormous variations of storylines that are deeply rooted in the player's experience and your way of playing. This means that the experience of each match will be treated differently by the journalists. Okay, dat is wel goed, dat is wel goed. Zijn dan niet zomaar wat random gegenereerde vragen die misschien niet eens iets op je match te maken hebben. Maar er wordt dus, als je het hier moet geloven, wel naar gekeken. En dat die journalist op basis van resultaten en je manier van spelen van het team, dat daar de vragen ook wat op aangepast worden. Nederlands, Rick. Dus dat is wel tof. Gotta hand it to him. EA, goed bezig. En ook de match daarop. Alles heeft dus invloed op de match en de spelers en hoe het afloopt. Dus even zien. Depending highly on the outcome, goal scored, opponent, time of season or stage of competition and more. Oké, dus die interviews die draaien vooral om de gescoorde goals. Logisch, dat valt op. Je tegenstander, dus...
Neem bijvoorbeeld in Nederland Ajax Feyenoord, grote rivalen. Daar ga je dus hoogstwaarschijnlijk wel persdingetjes mee krijgen die invloed hebben op wedstrijd en noem maar op. Tijd van het seizoen heeft invloed, dus vragen kunnen waarschijnlijk aangepast worden voor later in het seizoen. Als je in een race zit voor de titel en je dropt een wedstrijd, kan je misschien wel een vraag krijgen van hey, zuur puntenverlies. Hoe sta je er nu voor in je race om het kampioenschap? Heb je nog hoop voor je team? Yada, yada. Denk zulke dingetjes dat we daaraan moeten denken. Wat ook goed is. Dus lekker bezig EA. Tot dusver best positief nog. The tools we envisioned and built as well as the amount of logic behind the stories is brand new territory for Career Mode. And we are excited for all Career Mode fans to be able to enjoy and share their feedback on these newly added features. Press conferences will represent the main venue where the manager will take questions and answer them. Oké, dit gaat eigenlijk nog allemaal over de pers, heel diep. Ik ga hier even niet te veel meer op in. Hier hebben we de player chat. Oké, player moral system. Let's even kijken wat dat is. All the features described above would not have been blah, blah, blah. Oh, hier zie je een gifje hoe het invloed kan hebben. Kijk, dat is wat chill. Hij zegt, we're building a team. En Real Madrid is daar happy mee. En Isco ook. Want hij is dus onderdeel van het team. Hij hoort dat er iets wordt gebouwd. Waarschijnlijk wou hij versterking misschien wel. Want ik zie hier... We're building a winning team. Will you buy new players? We're building a winning... Nou, we zien dus hier wel een voorbeeld dat het allemaal invloed op elkaar heeft. Ik probeer even wat sneller doorheen te gaan nu, anders wordt het een hele lange video. Hier zien we nog wat customization dingetjes, dat is allemaal top. Je kan petjes geven en hoedjes. Ja, dat is leuk en aardig, maar is zo'n hoedje niet wat overdreven? Daar zie je niet gewoon een manager mee rondlopen, maar leuk dat er is. Hier hebben we de UI die verschilt per competitie, dat hadden we al gezien. En dan hebben we hier General Manager Improvements Additions. Another addition aimed at diversity negotiation. Ah, dit gaat om transferscènes. Oh, man. Spot fixes and balancing changes. Added an option in the player. Whoop. Ik denk dat dit soort dingetjes, dat jullie dat beter even zelf ook kunnen lezen. Want als ik dit allemaal ga oplezen, dan zijn we heel lang bezig. Maar ze hebben dus in ieder geval wel voor pers, ja... De twee major veranderingen die ik zie, is dat je manager kan maken en dat je dus nu pers hebt en dat alles een beetje invloed op elkaar heeft. Ja, is wel lachen. Is wel lachen. Ik hoopte wat meer te zien over training, want dat trainingssysteem is er nog niet. Het is een beetje een hit en miss voor FIFA. Als dit het is, dan is dat leuk, maar... Er mist gewoon nog veel of zo. Een echt jeugdteam. Dat soort dingetjes. Sponsors is er nog niet. Er is ook nog geen staf. Het is nog magertjes. Sorry dat ik het zeg. Het is niet heel... Want ik dacht, we hebben zo'n hele lijst. Er komt een heleboel. Maar het valt nog best mee. Het valt nog best mee. Ik kan nog even hier wat punten kijken. Of wat interessants bij staat. Maar... Nee. Nee, ik zie geen staf en zo. Jammer. Want er zit nog zoveel meer in carrière mode. Maar het trainingssysteem is niet onder de schop genomen. We hebben basically persconferenties die invloed hebben op je spelers. Moraal en, vorm zelfs ook. En we hebben dus, je kan je manager geheel customizen. Maar... I don't know. Ik hoop op meer... Het is een beetje underwhelming. Het begon enthousiast. Maar dan zie je eigenlijk, wanneer je erheen leest, dat het heel uitgebreid is uitgelegd. Maar het is niet superveel. Het is absoluut niet superveel. Ik ben een beetje teleurgesteld nog. Maar goed. Ik ga het nog even goed doorlezen. Dit was een beetje mijn eerste reactie. Ja, laat me weten wat jullie ervan vinden. Het is een stap in de juiste richting. Maar er is nog een lange weg te gaan, EA. Er is nog een lange, lange weg te gaan. Laten we daar gewoon eerlijk in zijn.
Dit was deze video. Vond je het interessant? Zou ik zeggen, duimpje omhoog. Deel het. Ik bedank jullie voor het kijken en voor al je support. En ik check jullie graag de volgende keer weer. Laters!